Hallo, welkom op FEM. Jullie zien vandaag drie plekken in Rotterdam waar ik als Rotterdammer het allerliefste kom. Oftewel de hotspots van Rotterdam. In New York heb je de High Line, maar hier in Rotterdam hebben we de Luchtsingel. De Luchtsingel is 390 meter lang en het verbindt Rotterdam-Noord met het centrum. Een leuk feitje over deze Luchtsingel. Je kon een plank kopen met je eigen naam erop en daarmee deed je dan gelijk een bijdrage aan de bouw van de Luchtsingel. Kijk, daar sta je dan. Op 20 juni aanstaande wordt de Luchtsingel feestelijk geopend om 12:30 en daarna is er van 1 tot 5 nog de Urban Picnic. Je kunt een picknickbox afhalen bij Hofplein nummer 19 en met een strippenkaart de box laten vullen met heerlijke lekkernijen. Een van mijn favoriete plekken om koffie te drinken is hier bij Nika in het Oude Noorden. Er staat van alles op de kaart, van koffie tot ijskoffie, smoothies en lekkere bijgerechten. Maar mijn favoriete drankje is de Nika Speciaal Hazelnoot. Nika is niet alleen mijn persoonlijke favoriet, ze hebben ook meerdere keren op rij de Ketel Binky Koffietrofee gewonnen. Zo ook in 2014. Is het Deliplein in Katendrecht. En via deze brug kun je er gemakkelijk komen. Deze nieuwste brug van Rotterdam heet de Rijnhavenbrug. Maar zoals alles in Rotterdam heeft ook deze brug een bijnaam gekregen. Namelijk de Hoerenloper. Passend bij de geschiedenis van Katendrecht. Hier op het Deliplein is qua eten voor ieder wat wils. De sfeer is altijd gezellig. Vooral straks in de zomer als alle terrasjes weer opgesteld staan. De Matroos en het Meisje is een echte aanrader als je van verrassingen en bijzonder eten houdt. Ook de inrichting van het restaurant mag er zijn. Mijn favoriete gerecht bij Daily Bird is nummer 36. Die garnalen in kokossaus zijn heerlijk. En nog een pluspunt, ze hebben een parkiet voor het raam staan. Oftewel, mijn lievelingsdier. Eigenlijk hoef je bij geen enkel restaurant een dessert te nemen. Want daarvoor gaan we naar een andere plek, iets achter Deliplein. Daar bij Blij. Het schephuis hier is echt heerlijk romig van smaak en met de slagroom erop weet je helemaal niet wat je proeft. Heerlijk op een warme zomerdag. En als je echt je sporen na wil laten na een dagje Rotterdam, dan kan je net als in Parijs een slotje hangen aan de Rijnhavenbrug, oftewel de Hoerenloper. Inmiddels is Rotterdam hierin uniek, want sinds deze week is het in Parijs niet meer toegestaan om een slotje op te hangen. Dankjewel voor het kijken naar de hotspots van Rotterdam. Vergeet niet op FEM te abonneren en als je meer van mij wilt zien, kun je ook mijn persoonlijke channel checken. Tot volgende keer, doei!